Eva, die onlangs deelnam aan het aangrijpende programma over mijn lijk, deelt op een bijzondere manier haar afscheid met de wereld. Vol trots laat ze via Instagram weten dat ze haar eigen urn heeft vervaardigd, een kunstwerk dat ze tijdens haar keramieklessen heeft gecreëerd. Met de boodschap: mijn eigen urn gemaakt. Hij is af. Nu nog bakken en glazuren. Bijna drie jaar geleden werd Eva geconfronteerd met hartverscheurend nieuws. Het begon in het voorjaar van 2021, toen ze ontwaakte met een enorme bult in haar nek. Hoewel ze zich op dat moment nog niet al te veel zorgen maakte, besloot ze toch naar de huisarts te gaan. Die verwees haar door naar het ziekenhuis, waar ze de verpletterende diagnose kreeg, longkanker, ongeneeslijk. Desondanks blijft Eva vastberaden om positief in het leven te staan. Op Instagram, waar ze inmiddels 293.000 volgers heeft, deelt ze haar avonturen en pogingen om zoveel mogelijk plezier te beleven. Ondanks de harde realiteit koestert ze stiekem de hoop op genezing. Ja, stomheid bekend Eva in de laatste aflevering van Over mijn Lijk. Maar dat denk ik soms wel. Hoop moet je altijd blijven houden, want ik denk dat het heel veel mentaal ook is. Het is heel veel fysiek, maar ook veel mentaal. Dat denk ik. Bij elk ziekenhuisbezoek vraagt Eva haar arts hoopvol of er verbetering mogelijk is. Maar hij haalt me elke keer uit mijn droom. Dan doet hij altijd zo, ik denk het niet. Maar ik vraag het wel elke keer, omdat ik hoop dat hij een keer ja zegt. Dat gaat hij niet doen, maar ik hoop het wel. Eva's krachtige levenshouding en creativiteit komen samen in haar zelfgemaakte urn, een tastbaar symbool van haar unieke reis en vastberadenheid om elke dag te omarmen.